We gaan vandaag kennismaken met het Nederlands kampioen, of eigenlijk twee kampioenen. Het zijn Danielle van Leeuwen en haar paard Amber. Op welke leeftijd ben je met paardrijden begonnen? Toen ik 4 maanden was, kreeg ik mijn eigen pony. En toen ik 4 was, ben ik echt begonnen met paardrijlessen. En sinds die tijd eigenlijk nooit meer gestopt. Mijn hele leven paard gereden. Hoe vaak train jij? Ik heb geen vast trainingsschema. Ik rij ook veel buiten. Tijdens een buitenrit kan ik ook verschillende oefeningen doen. En als ik een wedstrijd heb, probeer ik wel een paar dagen voor de wedstrijd te trainen. Maar niet dat ik continu 2 of 3 keer in de week train. Wat is het verschil tussen westernrijden en dressuurrijden? Met dressuur heb je ten eerste hele andere kleding aan. En je moet hele andere oefeningen doen. Met westernrijden gaat het vaker aan een lang teugeltje, veel relaxter. En ik vind het een veel stoerdere manier dan paardrijden. Merk je dat het paard het westernrijden ook fijn vindt? Ja, dat merk ik zeker. Ze vindt het echt veel leuker dan dressuur. Toen ik vroeger haar in heb gereden en ben ik begonnen met dressuur, toen was ze echt... Ze vond het veel minder leuk. Nu heeft ze veel meer plezier in het rijden. En is elk paard geschikt voor westernrijden? Officieel zeggen ze dat je echt een Amerikaans gefokt paard moet hebben. Nou, dat heb ik totaal niet. En ik heb dus in Nederland echt bewezen dat je met een boerenpaard, laat zo maar zeggen, het dus wel kan. Dus ik ben van mening dat elk paard het wel kan leren. Ik heb Amber voor mijn 14e verjaardag gekregen. Maar Amber komt van de paardenmarkt en komt uit de handel. Hoe heb jij het vertrouwen tussen je paard en jou opgebouwd? Dat heeft gewoon heel veel tijd gekost. Altijd heel rustig voor haar zijn. Ook omdat zij een best wel erg verleden heeft. Ze is veel geslagen en mishandeld. Moest ik echt meer vertrouwen in haar winnen dan een normaal paard. Maar gewoon rustig blijven, nooit boos op haar worden en heel lief voor haar zijn. Ik koop paarden op de paardenmarkt. En die zijn verwaarloosd of mishandeld. En die koop ik op en geef ik een tweede kans. Door middel dat ze bij mij buitenritten mogen lopen. Hoe ziet jouw dag eruit? Ik begin 's ochtends vroeg altijd met de paarden te voeren. Het begint meestal om 7 uur. En daarna de verzorging van de paarden. Ze moeten, de stallen moeten allemaal netjes zijn. Het land moet netjes zijn. Uiteindelijk als ik klanten krijg, dan heb ik een buitenrit. Kan een duinrit zijn of een strandrit. Daartussendoor moet ik ze weer verzorgen. En 's middags nog een keertje paarden verzorgen of trainen. En einde van de dag moet ik ze altijd weer voeren. Dus ik ben de hele dag in de weer met mijn paarden. Nou, ik rijd mijn paard dus met een westernzadel. Dit is echt een westernzadel waar vroeger de cowboys ook mee reden. Als ze dan koeien hadden gevangen, dan konden ze de koeien om een knop heen binden. Die knop is dus nog altijd aan zo'n westernzadel blijven zitten. Deze bukkel heb ik in 2012 gewonnen. Toen was ik beste jeugdruiter van Nederland in het onderdeel Versatile. En ook in de trail. Toen is deze voor mij helemaal gemaakt in Amerika. Nou, dit is dus het elletje achteruit. Ik rijd mijn paard op 1 hand. De bedoeling is dus dat ik hier doorheen loop, hem stilzet en langzaam achteruit ga. En ik mag hierbij geen balken aanraken. Dus het paard moet echt luisteren op elke hulp van mij. En als ik wil dat ze nu bijvoorbeeld de achterhand omzet, moet ze ook echt de achterhand omzetten. En niet de voorhand. En dan op laatste pas mag ze de voorhand omzetten. Dat was dus een balkje. Hier hebben we de wijkbalk. In de dressuur zie je vaak dat er op een schuine lijn dat je moet wijken. In de western is dat dus vaak over een balk heen. Je ziet dus dat ze echt de voetjes kruislinks zet. Daarom heeft mijn paard ook van die schoentjes aan. Want anders trapt ze de eigen voeten kapot.
Wat zijn je toekomstplannen? Ik vind het heel erg leuk om een nieuwe paard verder op te leiden. Te kijken hoe die het gaat doen in de wedstrijdsport. En heel misschien wil ik me dit jaar kijken of ik me kan kwalificeren voor het EK. Zijn jouw paarden ook geschikt voor beginners? Ja, dat zijn ze zeker. Ik bied verschillende buitenritten aan. Ik bied ook een rit van een uurtje aan en dat is echt voor de beginners. Dan kunnen mensen die nog nooit op een paard hebben gezeten een ritje van een uurtje maken. En daarbij stappen we alleen, maar is een onwijs leuke ervaring. En als mensen dat nou willen, die kijken nu, denken ze, oh, dat wil ik ook. Waar kunnen we jou vinden? Ik heb mijn eigen website, dat is www.daanshorses.nl. En daar zie je alle informatie over alle ritten en over alle paarden.